Vuurwerkcollectie 2016-2017. Fijn dat jullie kijken naar een nieuwe video. We gaan vandaag onze vuurwerkcollectie 2016-2017 aan jullie voorstellen. En we gaan beginnen met siervuurwerk. De Hydra, 6 stuks, 19 shots per cake, maximaal gevuld. De original topperbox, 4 cakes, maximaal gevuld, 25 shots per cake. Ja, normaal zit er een metalen constructie in, maar die hebben we er al uitgeknipt. Voor de veiligheid. De Infinity, de Jailbreaker. 19 shots per cake, maximaal gevuld, geloof ik toch. Ja, 475 gram, 6 cakes, 6 verschillende soorten. Een mooi kartonnetje vol. De Matchcracker, celebration, bla 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 bla. In ieder geval een match, een mat eigenlijk. Het bestaat uit 3 delen. Is te zien op mijn YouTube kanaal. Check die video even. Triple Silk Willow. 3 cakes. De rode, een blauwe en een groen, denk ik. Ja. 25 shots, dat is zo met wat geknetter eigenlijk bij. Maximaal gevuld 475 gram. 3 cakes. Dan. Ik heb eigenlijk geen idee dat deze noemen. Iedereen kent ze wel van Zena. Pas een actie geweest, 7,5 euro per cake. Dachten we, nemen een doosje mee. De Infinity. 6 cakes. 6 verschillende soorten, 19 shots per cake. 220 gram per cake. Toch mooi gevuld eigenlijk, voor de prijs. Metalloids. 4 cakes. Dat is eigenlijk echt wel mooi. 19 shots, 297 gram maar. Maar ze gaan echt, geweldig gewoon. Redelijk duur. Ik geloof 19,5 euro per cake. En daar heb ik er 4 van. Cake, een waaier van Salon Roger. Kan ik wel niet openmaken, omdat de kooi er nog in zit. We hebben de kooi er nog niet uitgeknipt. Maar op zoek is een leuke foto van gemaakt en een leuke video. Dinner Fighting. 19 shots per cake, 430 gram per cake, mooi gevuld en zeker heel mooie cakes, de moeite waard.
Dan de befaamde Zena Cakebox. We hebben de metalen constructie nog niet uitgeknipt, zoals je kunt zien. We hebben er geen tijd voor gehad. Maar natuurlijk komt daar, zoals die van Saint Roger, een leuke video van. En die komt zeker op ons YouTube-kanaal. Dan hebben we de Gamebreaker. In een nieuw jasje. Wat Chinese logo's en letters op. Even kijken hoeveel gram dat erin zit. 218 gram per cake. Ik heb een doosje van vol. En 5 cakes. Altijd mooi. Trouwens, dit papier is brandfijn papier. Dat wordt door op de verpakking gelegd. Dus als er brand moest komen, hier verbranden wij zo, dat is niet door. De original witbox. Gaan we even openmaken, vakkundig. Het zijn twee mooie cakes. Dat is nummer 1. We hebben een shot. Er zit 500 gram precies vol. Dat is een echt prachtige cake. Dan de Mjolnir 2.0, dat is een saluutcake. Zie dat in één keer, 2 seconden en hij is weg. De Thundering Heaven, hetzelfde ongeveer, alleen schiet hij 1 per 1. Heel kleine cake, maar is wel krachtig. Dan de Spider-Man van Tristar. Heb ik juist pas gehaald. Met 4 effecten, 19 shots. Wordt zeker wel de moeite. Dan de Alpha. 2 verschillende. Waren vorige week nog in actie bij Zena. Dus even meegenomen. 19 shots per cake. Nee, 10 shots per cake, sorry. Dan van Tristar, de Midnight Heroes, 80 seconden, 40 meter hoog en 100 shots cake. Ja. 499 gram, bijna maximaal gevuld. De Titanium Salute, 1, die 2, maar 3 keer, als ik hem nog vind. Kijk, de Titanium Salute hebben jullie vast en zeker gezien op de unboxing van de Bomba Shop. Waar deze bij. Rubber Knal Cakes. Dan de Shizzling Eggs. Fluitcake. Treeball van Tristar, 30 shots cake. En dan eens even kijken hoeveel gram dat erin zit. Dat niet op, denk ik. Oké, okay, dat is goed te doen. De Dumbum, 25 shots cake, 500 gram. I think. Yes, 500 gram cake. Nog een salut cake. Dan hebben we de Thunder King van Jorge. Ook een saluutcake. Is mooi voor het einde. De Big Bang Venus. Ook besteld de Bomba Shop van Jorge. Mooi. De Zena Shape Box. 2 dikke wires. Met allebei 36 shots. Het zijn eigenlijk echt prachtige cakes. Dan gaan we beginnen met de pijlen. Hier een mooi doosje vol joch, 2.
er is er nog een. Dat we bestellen, de Bomba Shop. En die moet er natuurlijk altijd bij zijn. Een mooi alternatief voor de lawinepeil. En dan hebben we hier de Gigantico 40 pijlenpakket. Altijd leuk, pijltjes voor de vooravond. En deze heb ik geen naam. Ik denk dat je het ziet. 75 gram pijlen. Maximaal gevuld dus. Altijd leuk. Dan de Cosmopolitan. Een van de beste pijlen van de Zena vuurwerk. Deze zijn echt de prachtigste pijlen die er zijn. 75 euro per pak. Dat is echt wel de moeite waard. Dan twee pakjes. 6-6. Nu gaan we beginnen met het echte. Nu gaan we beginnen met echte knalvuurwerk. De K0212 matchcracker. Deze is deze week online gekomen op mijn kanaal. Is te zien. Ze hebben twee doosjes van, de andere zal nog wel uitkomen. De parachute. Er komt een mooi parachute uit. De Cobra 8. De enige echte van die Brazo Video. Dan hebben we hier nog een half pakje Viper 1. De Marabumbaras. Leuk van alles. De Tuono Blue. Ongeveer hetzelfde als de Cobra 6. En hier dan een dagje binnen Shells. Shells. Altijd leuk. 4 inch. 3 inch. En 2 inch. Allemaal van alles eigenlijk, van elke soort wat. Dus gaat heel leuk worden. Verder, de Galatico. Dat is een matje van Salon Roger. Heel leuk, knalt heel langzaam eigenlijk en gaat keihard. De Time Fuse. Achtung! Zieke knallers. Eigenlijk heel licht, precies dat er niks in zit. Ik denk wel dat deze goed knallen. Dan hebben we vandaag nieuwe Adidas schoenen gekocht. Ja, oké. Dus niet. Nog een doosje met Shells. 4 inch viscolons en de Panzerbom. En dan hebben we nog Botto Italiana Picolocco. Leuk. Hier hebben we nog wat Shells. De effecten ga ik al niet zeggen, want het duurt me te lang, heb ik geen zin in. De Rambo 31. Mooie knaller. Mooie fontein in het begin. De Black Salute. Twee keer. Dat is een mooie mat. Zeer mooi. Knalt heel hard. Wat we wel gekocht hebben zijn Nike SB's. En die mooie schoenen. Dus ook vuurwerk in ieder geval. Ik koop geen schoenen, ik koop enkel vuurwerk. Nog een beetje een PS5 Extreme Powder P2000. Die heb ik nog van vorig jaar trouwens. De La Bombas heb ik nog van vorig jaar. En de Polaroid heb ik nog van vorig jaar. De Adrenaline heb ik nog over. Ah.
Dit zijn volgens mij, ik kan je even niet zien, Cobra's. De Cobra 3. Van die Blasio. Ik had er nog wel een paar over. Een pakje Cobra 6 Limited Edition. Nog wat over is de Atomic. Atomic 5. Ik zal er een beetje uithalen. Ziekenknallers. En Camarella 5. Dan hebben we de Butterfly Cracker. 10 stuks in een doosje, maar bij ons zijn er al een paar op. Klappen heel hard. Hebben we de Blast. Ook een nieuw jasje. De Thunder Cracker. De Pirate. Allemaal nieuw. Deze ken ik niet. Ah, de 500 Pieces Cracker. Dat is een nitraatmat. Hebben we vorig jaar ook gehad. Is ook een nieuwe verpakking. Ik ben benieuwd naar de knal. Dan 40 stuks. De PX00 of zoiets. Ik ken de naam niet goed, maar dat zijn wel leuke knallers. Oh, ze hebben een blokje nog. De draken hebben we 5 keer. Een matje. Kun je mooi aan de boom hangen of ergens anders. Altijd leuk. Dan hebben we nog aansteekfakkels. Natuurlijk moet er altijd vuur zijn. We hebben viskolont en snellont hebben we nog kunnen krijgen. Dan hebben we een kistje met mods. Moeten we nog doorronden. De vijfde wil ik niet kopen omdat er eigenlijk ik vond er maar niks aan. Vier is genoeg. En een aansteekkoppertje. Vijf stuks. Vier stuks. Nog een mooi door onder elkaar. Dan, van mensen kaarsen. 10 stuks in de verpakking. 30 schoten per kaars. Zeer leuk om mee te spelen. Dan hebben we nog wat ijsfonteinen. In twee verschillende kleuren, in het rood en in het blauw. De Trueno. Kleine knallers. Klappen wel lekker. Een pakje Pirates. Eens kijken. Een hoogstaaf hebben we nog. Een rode. Moet je zo met het dopje aan de andere kant schuren en dan gaat hij af. Dat was onze vuurwerkcollectie 2016, 2017. We hebben ongeveer voor een 2000 euro aan vuurwerk. Ik wens jullie vooral een prettige eindjaarswisseling. En al aan de pyro's die om 10 uur beginnen, stook ze lekker. Zorg dat je niet gepakt wordt door de politie. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Welcome to Africa.